De gezinnen die vorige maand in Para zijn getroffen door rukwinden, hebben hulp vanuit de gemeenschap gekregen. Binnenkort wordt er aan de daken van de huizen die onbewoonbaar waren geworden gewerkt. Dit vertelt districtscommissaris van Para Marlene Joden in een gesprek met onze nieuwsdienst. Deze week nog worden dakplaten die Joden eerder heeft ontvangen, gebracht naar de gezinnen. Dus onderling hebben ze zichzelf wel ondersteund, maar vanuit de kant van de VP, dat is de president, heb ik wel dagplaten voor hun gevonden. Dus dat komt net, ik bij u, dat ik net uit een vergadering kom. Dus dat moet ik nog afgeven en dat moet ik nog voor die mensen brengen, maar dat hebben ze wel gehad van de VP. Het gaat om 9 gezinnen waarvan de woningen veel schade hebben geïncasseerd. De DC vertelde eerder dat het grootste deel van deze mensen meer dan 5 kinderen heeft. Het geval deed zich voor op 16 juni en de nieuwsdienst verneemt dat er op die dag ook rukwinden in andere gebieden van het district voorkwamen. In deze gebieden was er geen schade aan de huizen waar te nemen.